De bal rolt weer, het voetbalseizoen is weer lang en breed begonnen. Ajax staat helaas niet bovenaan, maar dat komt nog wel. Terwijl Tjeerd als een fucking blinde zeehond met een bal aan het spelen is, gaan wij het nu hebben over pro-evolutie, soccer. 2012. Laten we eerst een beetje wat erachter zit uitleggen. Want PES 2012, het was sowieso een wonder dat die game er is. Hè, vanwege die kernramp hebben ze heel weinig tijd gehad om die game daadwerkelijk te realiseren. Wat er eigenlijk was, met PES 2011 hebben ze een nieuwe engine gemaakt. En die game, ik vond hem een beetje onaf. Er zat heel veel bugs in. Maar wat ze dus heel goed hebben gedaan, is ze hebben deze game echt afgemaakt. Ze hebben hem gewoon je hebt echt het gevoel dat je een game zitten spelen die gewoon af is en waarbij er nog weinig dubieuze dingen in zitten. Dus de scheidsrechter is goed, de physics die zijn beter dan de laatste jaren een voetbalgame is geweest. Het is goed gebalanceerd, het spel. Spelers lopen logisch vrij, dat is ook heel belangrijk vind ik. En het is gewoon, zeg maar, al het goede van PES. Het lijkt wel een soort van gecombineerd met het goede van FIFA. Wat wel heel sterk is aan PES, vind ik, zijn de physics. Bij de voetbalgames hebben we daar ook weer flink op verbeterd, zijn daar flink op verbeterd, maar bij PES werkt het echt goed. De spelers lopen tegen elkaar aan, boom, pok, flikkert de een op de grond. Ligt aan welke de hoogste stats heeft. Ja, ik vind het er nog steeds wel een beetje houterig uit. Ja, maar dat is wel echt een heel moeilijk ding, hè. Al die fucking physics goed uitwerken, die spelers tegenover elkaar, de bal ook nog als een los ding erbij. Het is best wel pittig en ik vind dat het goed gelukt is. Maar wat ik nog wel een punt ter verbetering vind, ik vind het best fantastisch. Maar ik vind de keepers nog steeds echt verschrikkelijk. Sommige ballen die zijn niet hard. Kijk, een PES 2011 kon je vanaf de middellijn boom goal strepen. Dat kan niet meer. Je kan niet meer zulke keiharde schoten doen. Het is echt wel een stuk minder geworden. Het is nog steeds lekker. En het pasen ook, maar het kan niet meer zoals eerst. Nee. Maar de keeper die heeft dus wel problemen met behoorlijk zachte balletjes. Hij tikt ze weg, hij laat ze los, hij maakt blunders. Van richting veranderde balletjes gaan er heel lullig in. Ik vind dat die keepers wel een stuk beter mogen zijn. Ik weet zeker dat ze had. Chance here! They done it! Well, the defenders were cursing themselves there. They left them completely unmarked in front of the goal. We hebben het heel erg over de gameplay gehad. Hè? Hoe speelt het? Nou, de game modi zijn natuurlijk ook weer vrij aanwezig, standaard. Ja, je hebt de bekende Master League, al jarenlang een fenomeen in de PES-reeks. Je begint met een best wel slecht team. Je begint bijvoorbeeld met Ajax en dan heb je niet Stekelenburg en al die gasten, die zijn niet eens meer bij Ajax. Maar je hebt niet Theo Jansen dan, maar je hebt dan echt super slechte spelers met lage stats. En je moet proberen het team omhoog te krikken. Maar het is eigenlijk leuker als je met een hele onbekende club begint. Ja. Want anders heeft dat geen zin, anders hoef je niks te masteren. Ik vond het wel jammer dat het er eigenlijk niet in zat dat je dan wel echt met Ajax kon spelen en dan die modus ook kon spelen. Dus ook daar spelers bij kon kopen. En dan zou je echt de competitie zelf moeten spelen. Er zitten natuurlijk alle competities zitten er gewoon in. De bekende Spaanse, Engelse, Nederlandse. Ja, daar kan je dus niet kopen, maar... daar kan je geen spelers kopen en verhandelen. Je kan niet aan je stadion bouwen en toestanden nemen. Dat focust zich wel echt op de gameplay zelf. Het voetballen, het winnen van wedstrijden. Wil je wat meer, dan ga je naar de Master League. En echt een manager mode, dat je echt persberichten krijgt en acties moet nemen. Nee, dat zit er niet in. Wat er wel in zit, is de Champions League. En dat is wel echt een dure licentie voor Konami. Dat vind ik ook echt heel leuk. Die epische deun van de Champions League, dat Hosanna. En dan, ik vind dat wel echt mooi, dat Europese voetbal op dat niveau. Dat voegt wel echt wat toe aan het sfeertje. Hè? Want ze hebben echt letterlijk alles overgenomen. De minutieuze details toe. Sponsors, muziek, camera's, bumpertjes en toestanden, van alles en nog wat. Ik vind dat allemaal wel leuk, maar ik speel het liefst gewoon tegen iemand, tegen jou gewoon op de bank, dat je naast elkaar zit of online, dat kan ook nog. Maar ik speel gewoon het liefst tegen menselijke tegenstander, want dat levert toch de meest hilarische situaties op. Weet je wat ik vind? Ik vind dat we onze kijkers eigenlijk even een beetje aan het handje moeten nemen. Want we zeggen eigenlijk, PES is een hele goede game. Is gelijkwaardig aan FIFA. Hè, dat is eigenlijk nog nooit zo dichtbij geweest. Maar waarom zou een voetbalfan nu PES moeten kopen in plaats van FIFA? Ja.
Ja, dat is eigenlijk niet uit te drukken. Ik vind namelijk bij PES heb je veel meer het gevoel dat je een voetbalgame aan het spelen bent. Konami wil wel een realistische game maken, dat is wel deels gelukt, maar het voelt nog steeds heel erg arcade aan. Het is lekker snel, hard pasen, hard tikken, bam bam schieten. Champions League licentie zit erin, dat is fantastisch. En je kan met de R2 knop op de PlayStation, op de Xbox de rechter trigger, kan je lekker dribbelen. Je kan de bal dicht bij je houden, je kan met Messi overal tussendoor, je houdt de bal dicht aan de voet. Een beetje priemelen, een beetje pielen. Ik vind dat heel leuk. Bij PES heb ik het idee van, ja, je kan meer gaan klooien. Wat je eigenlijk niet op het voetbalveld zou doen, maar wat je wel kan doen in een game. Bij FIFA ben je een realistische game, een voetbalwedstrijd naspelen. Je bent het werken aan een aanval. Balletje breed, balletje terug. Kan niet, andere flank. Bij PES is het één versnelling en dat is vooruit. PES 2012 ligt nu dus in de winkels. Hij is stukken beter geworden dan PES 2011. Dat sowieso. Ja. En jij denkt, voetie van het jaar? Voor mij is hij absoluut de voetie van het jaar. Vorig jaar zei ik dan, FIFA is de betere game. En PES de leukere. Nou, ik vind dat niet helemaal meer waar. Want ik vind FIFA een hele goede voetbalgame. Ik ben alleen niet zo fan van het nieuwe verdedigen. Maar PES is niet per definitie de minder goede voetbalgame. Het is leuker. En eigenlijk kwalitatief bijna al gelijk eigenlijk. Er zijn nog een paar kleine bugs, foutjes die weggewerkt moeten worden, zoals de keepers, die moeten voor mij echt nog wel aangepakt worden. Maar voor de rest, het is een fantastische game. Het snelle pasen, het harde schieten, de momenten die ontstaan, totaal uit het niets. Het lekkere dribbelen, het tik-tak, ik vind het fantastisch. Mijn geluk kan niet op. Dit is voor mij echt absoluut de footie van het jaar die ik, ik denk op dit moment dat ik die gewoon echt all-out ga spelen. Klaar. Ik ga een jantje geven, kom. Je gaat mij een jantje geven? Ja. Jantje is 3-0, ik denk het dus niet, hè? Dat gaat nooit gebeuren. Weet je wat, als ik er niet eens meedoe, kan hij me niet eens een jantje geven.